Afrika in een Keniaans dorpje. En naast mij bevindt zich een Nubische geit. De Nubische geit was een van de eerste dieren die gedomesticeerd werd. Dat is een leuk woord voor die mensen leuk vinden, makkelijk. En dit beest heeft enorme lange oren om zich te beschermen tegen de zandstorm. Fantastisch, mooi beest. Hij vreet een beetje alles, wat handig is, hij heeft een goed gevoel voor gevaar. En hij is ook nog eens lief en knuffelbaar.